Een hele goede zondagmorgen, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Een zondagmorgen is weer aangebroken. Alleen de temperatuur is een beetje te hoog. Poh. Man. Nee, dat was niet leuk. Maar goed. Gefixt. 3 rondjes vanwege de temperatuur. Natuurlijk ook al 2 weken niet hard gelopen in het bos. En poeh. Maar dat is toch wel even heel erg wennen. Heel erg wennen. Ik ben overigens benieuwd wat de dag gaat worden met de zon. Ik ben benieuwd wat de dag gaat worden met de zon in de achteruit. Of dat jullie mij dan nog zien. Maar goed. Ja, het gaat nog redelijk goed. Oké. Nou, laatste zondag voetballen. Wel laatste zondag met voetballen, maar niet voetballen. Helaas, vorige week uitgeschakeld. Baronie, 2-0 gewonnen. Baronie dus. Helaas, niet door. Maar goed, vandaag afsluiting van het seizoen. We gaan met z'n allen even bij elkaar komen, ook met de jongens die dan uiteindelijk Julian gaan verlaten. Dat zijn er op zich niet veel. Goed, de trainer, assistent trainer en 2 spelers die afscheid gaan nemen. Dus ja. Maar goed, voor de rest, mooi weer. Dat is het wel, zeker. Alleen ik ben weer zo lekker dom geweest. Om mijn bidon weer te vergeten. Ik had hem gevuld met koud water. We hebben zo'n Amerikaanse koelkast waar je koud water kan pakken. Koud water aangevuld, op tafel neergezet, vergeten mee te nemen. En nou, pa, vergeten. Hoe dan? Maar goed, dat is dus wat er gebeurd is. Nou ja, volgende keer maar beter. Ik rijd nu weer naar huis toe. Ik ga daar nog wel even fitnessen, maar ik ga tussentijds eventjes mijn dochter ophalen. Die moet ik eventjes wegbrengen. En dan ga ik daarna weer eventjes naar de fitness. Ja, ik wil het toch ook wel even gewoon blijven doen hoor. Oh, maar was het zwaar vandaag. Boei. Het zand is natuurlijk allemaal hebben los. Dat heb ik al een keer laten zien aan het begin van mijn parcours. Daar begin ik al met los zand. Nou, dan start het al gelijk pittig. Oh. Maar dat is niet fijn. Dat is niet fijn om zo te beginnen. Maar goed, ik denk dat het wel weer een goede opzet is naar de constante die ik weer moet gaan doen. Zondagmorgen gewoon hardlopen. Geen geoude miet meer. En dan maar eerder uit bed. Hoe vervelend dat het ook is. Ik moet gewoon wil gewoon dat ritme weer hebben. Dat moet. Ik vind dat voor mezelf weer nodig is. Oh, gisteren ook nog iets speciaals gekeken. Ik volg af en toe natuurlijk ook, of natuurlijk. Enzo Knol, gisteren had hij een 3 uur durende vlog over zijn 10 jaar vloggen en zijn verleden. Poh, heftig zeg. Heftig, wat die jongen allemaal heeft meegemaakt en dan nu dat doet wat hij nu doet. Petje af. Petje af. Er zijn maar weinig mensen gegeven hoor, die dit kunnen. Op zo'n manier, uit zo'n dal en verleden kruipen en dan dit doen. Je moet ook in sommige gevallen een beetje de mazzel hebben dat je op het juiste moment een klein beetje media mee hebt. Maar hij had dat, hij was lang een beetje aan het vloggen. En bij een bepaalde vlog, nou, op een gegeven moment werd het natuurlijk in de lokale krant werd het gedeeld. Het was toen natuurlijk helemaal een hype, iets bijzonders, wat doet iemand met zo'n camera. Nou goed, er wordt zo'n verhaal vertaald en dan zie je op een gegeven moment dat hij de bekendheid krijgt doordat hij een of andere fietsstunt uithaalt en dan gewoon op de vlog bij het opnemen zijn elleboog breekt. En dat gaat dan in één keer, komt in de media en de landelijke media kwam erop van deze jongen die vlogt al dit en dat. Dat ziet er zo en zo uit en toen had hij deze vlog en pak je arm en allemaal te laten zien, dan moeten we dat willen, bla bla. Maar goed, dan krijg je uiteindelijk de media aandacht en dan is het project geboren. En hij is daar in doorgegaan samen met zijn boer. Hij heeft natuurlijk ook met diverse mensen
samengewerkt, waardoor het ook zo'n succes is. Ja, alles heeft met elkaar te maken. Dat je dan in bepaalde gevallen een beetje geholpen moet worden, of net dat ene duwtje in de rug wil hebben of krijgen, om het dan uiteindelijk tot een succes te krijgen. Maar goed. Dus misschien moet ik ook wel media-aandacht pakken. Nee. Nee, jongens. Er is natuurlijk wel een verschil tussen wat ik doe en wat hij doet. Volgens mij noemen ze dit bloggen. Omdat ik het bijna niet bewerk. Heel af en toe dan bewerk ik het. Omdat er iets tussen komt wat ik zeg van hé, dat wil ik er tussen hebben. Zoals de Den Haag vlog. Dat is dan wel een soort vlog die ik er dan op heb staan. Nou ja, goed, dat soort dingen. Mooi. Nou, ik ben aangekomen thuis. Dus ik ga afsluiten. Die jongens zien natuurlijk vanmiddag voor de laatste keer voor de zomer. En dan 2 weken geloof ik pauze en dan gaan we weer beginnen. En dan zien we wat het gaat worden voor het komende seizoen. Nieuwe trainer. Nieuwe assistent trainer. Dus ik ben benieuwd. En ja. Dat was het in ieder geval voor vandaag. Ik zou zeggen, als je het leuk hebt gevonden, even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan ja. You never know. Sometimes. Hij had ook 168 vlogs nodig voordat hij pas doorbrak. Dan doet hij het wel iedere dag. Of nou deed hij het wel iedere dag en hij doet het iedere dag. Dus dat, dan kom je natuurlijk sneller aan die 168 stuks. Maar goed, gisteren of ergens is het 10 jaar vloggen. Dus nu ga ik afsluiten. Nogmaals, duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. En dan tot de volgende week zondag. Ik zeg de groeten en ciao.